Dag Hans, westerse beleggers die kijken al een tijdje met meer dan gewone interesse naar wat er gebeurt op de Aziatische beurzen en zeker ook naar China, uiteraard omwille van het groeipotentieel. Maar dat vertrouwen heeft de laatste tijd wel een knauw gekregen. Ik denk dan aan de demarches van Peking tegenover de Chinese techsector. Maar anderzijds ook zijn er de financiële problemen bij Evergrande, het vastgoedbedrijf dat balanceert op de rand van het faillissement. Ik stel voor dat we dat dossier vandaag eens in een breder financieel-economisch perspectief bekijken. Hans Bevers, Chief Economist bij De Groof Peterkamp. Wat is er eigenlijk aan de hand bij Evergrande? Ja, zoals je al zegt, een bedrijf met schulden overladen, dat is op zich niet nieuw, dat wisten we al langer. Maar komt in de problemen door een afkoelende huizenmarkt, COVID en strakkere regulering. En het is duidelijk bij alles wat we horen dat de Chinese overheid Evergrande niet zal redden. Dat zou alleen het risico op moral hazard voeden. Andere bedrijven zouden eigenlijk ook gaan zich overladen met schuld. En dat is echt niet wat Beijing wil. Dus in dat opzicht is het een voorbeeld. Beijing stelt een voorbeeld. En Evergrande zal dus finaal niet meer bestaan. We kunnen dat eigenlijk een beetje beschouwen als een tikkende tijdbom die een zware impact kan hebben op andere sectoren. Jullie hebben die financieel-economische risico's bestudeerd. Wat waren de conclusies van het onderzoek? Ja, inderdaad, een heel groot bedrijf, een mastodont, stellen rechtstreeks 200.000 mensen te werk, onrechtstreeks zo'n 3 miljoen. Zijn actief in bijna 300 steden, 1800 infrastructuurprojecten, duizenden toeleveranciers. Dus het gaat echt om een groot bedrijf. En daarnaast is er natuurlijk de schuld, zo'n 300 miljard dollar, waarvan zo'n 2/3 eigenlijk voorafbetalingen zijn door Chinese gezinnen. Nu, het is duidelijk dat ja, die Chinese gezinnen, die zal de overheid zeker niet in de kou willen laten staan, omwille van het risico van massale sociale onrust. Er komt dus toch een overheidsingrijpen? Ja, absoluut. De overheid houdt echt wel de vinger aan de pols. En ander 1/3 zijn eigenlijk betalingen, schulden aan de bancaire sector. En die bancaire sector, ja, die zal wel een stuk van de schok moeten opvangen. Maar uiteindelijk is die ook wel in handen van de Chinese overheid. Dus alles samengenomen zullen we denk ik gaan naar een geherstructureerde afhandeling van het bedrijf. Een ordentelijke afwikkeling. En dat zal ook maken dat de PBOC, de Chinese Centrale Bank, ook wel liquiditeit in het financiële systeem zal pompen om toch geen besmetting te hebben naar de kredietverlening in andere sectoren. Ja, want we kunnen dit niet als een losstaand dossier bekijken. We moeten dit bekijken in een breder kader. Wat is dat ruimere Chinese plaatje eigenlijk? Het grote plaatje is eigenlijk dat Beijing de controle wil behouden over die economie. Hè. Dus het is anders dan in het Westen, waarbij je echt een aandeelhouderskapitalisme hebt. Nee, Beijing wil die controle behouden. En je hebt Xi Jinping al ja, verschillende malen in het recente verleden horen spreken over common prosperity. Hè. Gedeelde welvaart wil zeggen dat ze een inclusieve samenleving willen met minder ongelijkheid. Vastgoed natuurlijk is een van die pilaren, van die factoren die echt de voorbije decennia heeft bijgedragen tot meer ongelijkheid. En zoals Xi Jinping ook al zei, nee kijk, vastgoed of huizen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren. En dat is een belangrijk gegeven. Hebben we eerder ook al gezien bij de techsector, meer strakkere regulering. Gaming-industrie, online onderwijs. Dus ja, die grip van de Chinese overheid is echt wel cruciaal. Toch nog even terug naar het vastgoed, Hans. We weten allemaal dat dat een motor is geweest voor de Chinese economische groei de afgelopen tijd. Betekent dit nu dat we naar een economie gaan die trager zal groeien de komende jaren? Ja, dat denk ik wel. Daar ligt echt het belangrijkste risico. En veel van de verwachtingen, de groeiverwachtingen met betrekking tot dit jaar, volgend jaar, denk ik, zijn nog iets te rooskleurig. Die zullen naar beneden moeten bijgesteld worden. De Chinese vastgoedactiviteiten vertegenwoordigen zo'n 30%, bijna 30% van de economische activiteit. Dat is veel, heel veel. Dat moet naar beneden, duidelijk naar beneden, want die groei is nog altijd ongebalanceerd. En dus de Chinese groei voorbij decennia was zwaar gesteund op investeringen, schuldgefinancierde investeringen. En dat moet meer gaan naar organische groei, meer consumptie. Ook naar de toekomst gesteund door een sterker sociale zekerheidsvangnet en ook meer innovatie. En dat is de echte uitdaging voor de Chinese economie. Tot slot, Hans, als we nu al die recente evoluties bekijken, heeft dat een impact op de manier waarop jullie de investeringsportefeuilles invullen? We blijven overwogen in aandelen, met name in Amerika en Europa, minder in de groeilanden. En dat heeft ook altijd te maken gehad met het risico op een minder sterke economie in China naar de toekomst. We hebben dat eigenlijk het voorbije decennium al gezien, af en toe de vrees voor een harde landing. Dat is een aspect dat we nog zullen zien, dit decennium. Dus vandaar die iets voorzichtigere positie. En daarnaast natuurlijk is ook altijd het belang van die diversificatie heel goed om nog eens te onderlijnen. Hans Bevers, bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan.